Pluché gaat naar het bos, hij verbergt zich goed. Het jachtseizoen begint daar in het groene woud. Met zijn vrienden op pad, in de ochtend mist. Ze lachen en ze rennen, niemand die ze mist. Pluché doet mee met het jachtseizoen. Hij sluipt en hij zoekt. Waar wordt haar gevonden? In het bos een diep groen. Vogelzang en het ritselen. Het aankruip door de boomschaduw. Pluché rent weg voor de politie. Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken. Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken weer naar een gloednieuwe video hier op. We zouden nog geen games toch, maar... Wat pas ik zo meteen even zo aan, snel kijk. Corré Vlogs, ik ben Corré. En super tof dat jullie kijken weer naar deze video. Ik hoop dat deze camera het zo snel ook eens gaat doen, dus ik moet nog even snel wat dingen gaan doen. In ieder geval, jullie kijken even snel naar de intro. En dan... gaan we zo snel mogelijk beginnen. Why you always in the mood? Messing around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. I just wanna see the light. Pluché gaat naar het bos, hij verbergt zich goed. Het jachtseizoen begint daar in het groene woud. Met zijn vrienden op pad, in de ochtendmist. Ze lachen en ze rennen, niemand die ze mist. Pluché doet mee met het jachtseizoen. Hij sluit en hij zoekt. Waar wordt hij gevonden? In de bossen diep groen. Vogelzang en het ritselen, het avontuur roept door de bomen schaduwen. Pluché rent weg voor de politie. Ver weg van de stad, voelt hij zich vrij. Met adrenaline stoten, roepen vrienden bij. Tja, dames en heren, daar ben ik weer. Ondertussen zijn we weer een tijdje verder ongeveer. In ieder geval, ik wil jullie eerst even snel bedanken voor de weergaves van mij. Een liedje die ik op YouTube heb gezet. Corré en het jachtseizoen. Daar gaat deze video dus speciaal nog voor over. En dat is... dit liedje. Of is die gepakt? Veel kijkplezier. In ieder geval daar wil ik jullie voor bedanken voor die 100. Ik heb ze net even gekeken. Als ik het nou even goed nog een keer snel check. Ja, dames en heren, ik was nog even vergeten te zeggen. Ja, het is weer iets heel leuks. Maar ik denk dat jullie het misschien niet gaan boeien. Maar. Er zijn in totaal 23 agenten die achter ons aangaan. 23. Nee, ik denk dat zeg ik het nog goed. Nee, 13 agenten. Nee. Was nog... nee, het was 10 agenten, dus 10 politieagenten. En 13 handhaving. Of andersom. Ik weet nog even niet zeker of ik het nog goed heb. Volgens mij 10 agenten en 13 handhaving. Zo denk ik het een beetje. Volgens mij is dat het. Maar in ieder geval, zoveel agenten doen dus mee aan het jachtseizoen. En dan even snel nog een keertje.
Ik zou eens even kijken. Hoe regent weg voor de politie? 155 weergaves op dit moment, dat ik het nu zie op 19 september. En 81 weergaven van ik doe mee met het 12 keer dus punten. Ja. En dan wil ik de Dutch Games Studios ook even bedanken voor het reactie achter te laten. En Kenzie Papa 86. 81. Daar wil ik dan die twee personen voor bedanken dat ze een reactie hebben achtergelaten. 81 weergames, dat vind ik best wat. En 155 op dus de Roger in het jachtseizoen. En dat is loopnul met... een kortse reactie en een telefoon. Maar die reactie is dan verwijderd. Dus echt bedankt voor dat jullie daarop hebben gereageerd. Dat is echt heel vet. Liedje is gewoon dus bij iedereen goed aangekomen. Ik denk in de volgende video over jullie. Doe ik mee met het jachtseizoen. En dan gaat deze video dus speciaal over. Dat zeg ik nu al twee keer over jou. Maar, ja, ik zeg het nu nog een keer. Ik doe dus mee met het jachtseizoen. En het jachtseizoen, moet 3 uur uit het handen blijven. Ik denk dat er nog een stukje online komt. Nog een stukje komt die ik maandag opneem in deze video. Maar vandaag is de informatie doorgekomen wat er allemaal gaat gebeuren. Ze verwachten ons bij Place to Be. Nou, Sarah, dat ga ik maar lekker niet zeggen voordat je er echt bent. Ik krijg een heel leuk shirtje erbij. En gaat veel wat vets gebeuren. Meer dan 100 mensen doen mee. 100. 205. Dan moet ik even de 7 wegdenken. Als het goed is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als het goed is zijn er 7 die ik weg moet denken. Wat? Ik zie dat mijn neefje ook gewoon meedoet. Dat is super nice. Echt cool. In ieder geval, ik zit even te denken, 298 mensen doen er mee. Dat is echt veel. Veel kijkplezier. Ver weg van de stad. Voelt hij zich fijn. Met adrenaline stoten roepen.
echt heel veel. En ik weet dat de kijkers meedoen. Dus ik zeg nu alvast, deze video komt ook gewoon op Roge Games. Sorry ervoor, alvast. Dus daar kijk eens op Roge Games ook van harte welkom bij deze video. Dit gaat echt heel vet worden voor jullie. In ieder geval super vet. Komt een hele leuke video zijn dus. Die ik hiermee ga opnemen dus. Ik doe een lekker joggingsbroekje aan. Maar dan gaan we het filmen. En we springen gewoon bij iemand achterop op de fiets. Een dame die ik ken. Drie dames heb ik bij mij. De namen die ga ik nog niet zeggen, maar ze kunnen vaker in de video's voorbij komen. Ook in de beste video die online gaat komen voor jullie. Op Roge Vlogs. Niet op Roge Games, op Roge Vlogs. En op Roge Games moet er nog steeds een video komen, maar die wordt een keertje wel opgenomen. In ieder geval, ik ga mijn zus lekker een berichtje sturen en ik ga vast beginnen met editen met deze video. En ik ga hiermee alvast mee bezig. Maar de vorige keer werkte hij niet mee. Dus tot over, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Tot over 4 dagen ben ik weer gewoon weer terug. Tot zo. Nou, dames en heren, zoals ik het al zei, ik kom natuurlijk gewoon even weer terug met de regels. Zoals jullie zien, heb ik de regels ervoor. La 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 la. Laat me alleen, alleen, laat me verdriet. Nou, dat is in ieder geval een stom liedje. Maar in ieder geval niet stom. In ieder geval. Zoals jullie zien. Weer heb ik een. Zoals jullie zien heb ik de regels voor me staan. We gaan even de regels. Nou, even 14, 18, 19, 20, 21 regels doornemen. Zoals jullie zien. Maar dames en heren, zoals jullie zien. Heb ik niet de regels voor me staan. Nu wel weer de regels zoals de edit. Zoals jullie zien heb ik de regels weer voor me staan. We hebben in totaal 21 regels. We hebben de regels van de jongeren en de regels van de politie. In ieder geval, zijn de regels van de prachtste vibes van de jongeren, dus voor de jongeren. We mogen niet in het centrum komen van Drachten, want daar is de koopavond. Zoals je ziet, we mogen niet op een elektrische fiets of een fatbike. Word je getikt of word je vastgepakt? Ze lachen en ze redden niemand die ze mist. Roger doet mee. En je gouden. Dat is echt een hele domme regel eigenlijk, nummertje 3. Je bent gepakt als je wordt getikt, slash vastgepakt en je gouden. Dat vind ik een beetje, dat snap ik dus niet, je gouden. Roger rent weg voor de politie. Ver weg van de stad. Maar zoals je ziet hebben wij heel wat dingen op te nemen. Deze kamer is een beetje eigenwijs. Veel kijkplezier.
goed is, heb ik. Heb ik niet dadelijk die rode kabel? Een beetje. Ik zie nu pas dat ik de opname even voor niks op stop had gezet. Maar ik moet even die camera en de lader doen. Maar hij is een beetje heel erg eigenwijs. En donderdag heb ik hem gewoon nodig. En het is weer een opname die ik nu doe op de dinsdag. Dus dat wordt later. In ieder geval, zoals jullie zien, de regels hebben we gevonden natuurlijk. Nummer 3 van domme regels. In ieder geval, ik ga alleen de belangrijke regels doen, die wij sowieso graag gebruiken. Zoals nummertje 1 gebruiken wij, nummertje 2 gebruiken wij. Nummertje 4 gebruiken wij ook. Nummertje 5 doen we ook. Nummertje 6 doen wij ook. Nou, nummertje 7 is het doel, dus die moeten we ook proberen te halen. Nummertje 8 hebben wij, gebruiken wij. Nummertje 9 moeten we ook doen. En nummertje 10 moeten wij doen. Nummertje 11. Of daar is niet. Nummertje 12 doen wij. Het zijn best wel wat regels. En nummertje 13 doen wij ook. En nummertje 14 ook. Dus we gaan eerst naar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nee. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. En omdat het een roodje staat, staan er nog 6 nummers. Die mogen jullie even niet zien. Hier heb ik een beetje gekke muziek. Maar kijk, nummertje 1. Je houdt je aan de geldende verkeersregels en zorgt dat je veilig, dat het veilig blijft. Je steekt dus niet zomaar de weg over of gaat door het rode stoplicht. Dus moet dat mogen ook nog langs het rode stoplicht. Je gebruikt de fiets en looppaden waar ze voor bedoeld zijn. Dus ik ga sowieso mijn horloge gebruiken. Nee. Zet ik hem op een stopwatch. Als we dan de sein te horen krijgen, dan druk ik gelijk op start. En dan gaan we gelijk weg. Dus dat wordt voor mij heel veel kenwerk namelijk. Nou, nummertje 2. Alleen dat gaan we dus niet doen. Dat zijn dus 3 personen. Eigenlijk 4. Maar ik en nog 3 dames die gaan het jachtseizoen doen met z'n 199 mensen. Als het goed is, ik had ze vandaag nog verteld. Nee, ze heeft toch meer geworden. Ik wil even de rekenmachine erbij pakken, dames en heren. Nu vind ik echt heel gek. 209 min 7. 202 deelnemers. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Oké, 201 deelnemers doen mee. Ja, 201 deelnemers.
En ik zag sowieso dat vertellen, kijken. Even kijken hoor. Mijn. Of is die gepakt? Veel kijkplezier. Mijn neefje doet mee. Een persoon die ik ken. En nog een persoon van school doet mee. En nog een. En een collega van mij doet mee. Iemand die ik ken van. Ja. Die kent je weg. 1, 2, 3. 4 kinderen van school weer. Dus dat zijn 1, 2. 3. 4. Nou, in ieder geval, ja, van iets anders. We konden eigenlijk een hele grote groep gaan redden. Maar dat heb ik me niet gedaan. Niet gezegd tegen hun. En sorry als je steeds meer emoties in beeld komt, maar weg. Maar... Dus nummer 2 doe ik met 3 personen. Plus mij is 4 personen. Dus 3 dames en 1 jongen. Dat zijn 4. Nou, nummertje 3. Je wordt gepakt. Je bent gepakt als je wordt getikt of vastgepakt. En een gouden polsbandje. Nee, wat voor polsbandje is het eigenlijk? Links. Ja. Het is niet toegestaan om ergens naar binnen te gaan, ook geen openbare gebouwen. Dus bijvoorbeeld, als ik, nou ja, hele gekke voorbeeld zeg ik nu. Maar als ik bijvoorbeeld nou moet plassen dan, en het is nou 6 uur, 7 uur, dan sta je daar een beetje van lul. Ja, ga nu maar doordenken of lachen. Ja. Oké. Dan sta je een beetje van lul namelijk. En dat wil je namelijk niet. Dus ik ga gewoon heel slim doen. Ik heb al vervoer gekregen. Nou, zoveel vervoer gekregen ook. Om 5 over 4 ben ik bij iemand thuis. En dan doen, volgens mij is er nog eentje daar al. Die meedoet met het jachtseizoen. Ik doe mee met het jachtseizoen. De zus van die persoon doet mee met het jachtseizoen. En nog een vriendin van die persoon doet mee met het jachtseizoen. Dus zijn 3 dames en ik zelf. Zijn 4. Ja, ik vertel niet eens of het zelf is terug. Nou, nummertje 4 hebben we gehad. Nummertje 5, we gedragen ons en zorgen niet voor overlast of onveilige situaties. Dat doe ik altijd. Altijd. Nou, nummertje 6 hoeven we eigenlijk niet. De doel is om 6 gekleurde bandjes te verzamelen bij de posten in Drachten. De locatie van deze posten worden op een kaartje meegegeven.
Nou, ik ga gewoon heel slim doen. Ik pak dan gewoon mijn telefoon. Maak een foto van. Dan doe ik het kaartje daar ergens anders. Maar ik heb er nagedacht. En dat nadacht ik, pak ik. Ook even bij voor jullie. Kijk, hier bedoel ik dus, dames en heren. Ik heb dan de joggingsbroek aan. Ik kom er nu pas achter dat deze alleen al zijn zakken heeft. Goed, ik doe gewoon de beste bij jou. In ieder geval, ik doe gewoon aan het testen. Ja, ja. Ja, het doel is dus om 6 gekleurde bandjes te halen. Je 6e bandje haal je dus op bij de place to be. Nadat je een gekleurd bandje hebt ontvangen, is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer vertrekt naar de volgende locatie zonder gepakt te worden. Dus de politie, die, nou ja, beter gezegd, de boeven, dus eigenlijk is politieboeventje met echte politie. Maar dan, even kijken, ja, dan hebben wij, nou, 23 agenten achter ons aan. Ja, 23, zeg ik nog goed, ja. 23 agenten hebben we achter ons aan. Nou, ik zeg nu alvast, die gaan mij sowieso zien. Dus dan heb ik wel een probleem. Maar ja, nummertje 10 dus. Oh ja, nummertje 8, heb respect voor elkaar. Geweld en ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Het is en blijft een spel en we houden het leuk. Nou, dat doen we altijd. Ik had toch gekeken in het lijstje. Ik heb natuurlijk niet alle nummers opgeslagen. Hopelijk dat het allemaal goed staat. Maar er doen sowieso wat fans mee. Die ik, nou, zoals ik ken. Dus dat wordt ook nog wel best wel moeilijk voor mij. Dus als je mij in de wachten ziet gewoon. Je kunt me heel kort vragen voor een minifotootje. Dan schrik ik gewoon tegen die persoon die fietst voor mij. Zeg ik gewoon, hoi, even stoppen. Dan moeten we maar op een foto. Peace. En ik ben weer weg. Tip. Je kunt naar het centrum gaan, maar dan zie je mij niet. Maar ik kom er misschien wel omheen. Maar we komen niet in. In ieder geval, hou je stil. Wie? Oh, Nienke. Wow. In ieder geval, heel wat gebeuren gaat. Er komt heel wat kijken bij het jachtseizoen. Nummer 12, je moet een drachtstuk 5 shirt moeten worden aangehouden. Moet worden aangehouden, dus het is een drachtster 5 shirt. Ik hoop dat het een zwarte shirt is. Maar dan gaat de politie ons moeilijk te zien te vinden. Maar wacht.
Preach heeft natuurlijk een hele leuke auto. Dat gaat lekker lang, ja. Maar kijk, dan staat hij al, nummertje 13. Er zijn 50 extra levens. Ja, 50 extra levens te verkrijgen. Deze levens kun je vinden in de Drachtse Vibesbus. De bus gaat 5 keer stilstaan op een random plek in het speelveld. Zie je de bus stilstaan met knipperlicht aan, beantwoord je de vraag goed, dan krijg je een extra leven. Nou, en nummertje 14 is er ook nog. Omdat het koopavond is, mag je het centrum van Drachten niet worden betreden. Maar dames en heren, sorry voor het geluid van Snapchat. Ik heb Snapchat, ja. Maar hier gaan mijn Snapchat dat ik niet krijgen. Zo heb je de volgende al vast. Maar in ieder geval, dat wordt sowieso weer een lange video, weet ik nu al. En deze moet volgend jaar seizoen echt komt online. Dus wat leuk, lekker lang editen voor mij. Zoals je ziet in de regels, we hebben ook nog regels van de politie gekregen. Oh my god. Verrassend. De politie en handhaving mogen gebruik maken van al hun vervoersmiddelen. Wat ik op dit moment weet, heeft de handhaving geen motor. Of ondervallend voertuig. Ze hebben alleen een auto, busjes, of we hebben auto's en busjes. En fietsen. Dus de politie heeft veel meer voertuigen. En zoals je ziet, hier ook zien. Ik zal even mooi omheen tekenen. Ook een onopvallend mogen ze gaan rijden. Dat is dus gewoon in een burgerauto. Ja, ze gaan in ieder geval in de koffer rijden. De politie moet altijd in beweging blijven. De stempelpost. Ja, nummertje 3. Dat is heel leuk. Dat is dus de post waar ik... Waar staat hij? Daar staat hij. Van dit. Dus dat is eigenlijk... Even kijken welke post is dat. Ja, 6 gekleurde bandjes. Dus bij de posten. Als we dit zien, was het dus hopelijk... Ook een post, maar ik moet daar ook even pauze nemen. We kunnen heel moeilijk drinken meenemen. En we kunnen ook heel moeilijk gaan betalen bij iemand. Of we moeten even bij super snel bij een snackbar staan die een raampje even open doet voor ons. Krijgen we wat te drinken en die blijft gelijk weer weg. Ja, in ieder geval, dat zijn heel wat regels. Maar de politie heeft ook nog wel regels natuurlijk. Nummertje 4. Nummertje 3 waren we nog eens. Mogen dus niet in een straal van 100 meter om een stempelpost zijn. Dus, nou, hoe groot? Dus bijvoorbeeld, hier is de post waar ik nu ben. Verder dan mij, dus verder dan mijn vinger, dus meer helemaal... Nu de kant op. En dan zo. En maar rond. Kunnen ze ons lekker niet pakken. De bus gaat 10 minuten stilstaan voor een extra leven. En ik zie... Schaduwen, Roger rent weg voor de politie.
Ik zie dat de politie alleen herkenbaar is in een uniform. Ze zijn dus niet een burger, gelukkig. Maar als ik Roblox Leeuwarden speel, dan hebben ze ook van die undercover shirtjes aan. Die mogen de politie dus ook aan hebben. Yeah. Goed opletten dus. Eén voordeel, gelukkig heb ik heel veel verstand van politie. Dus ik kan gelukkig zo de auto heen kijken. Nou. Kijk ik gewoon lekker vaak. Kijk ik gewoon de auto heen voor ben. Zo is het te zien. Hij is nog steeds. Oh, wat is hij warm? In ieder geval mijn camera, die is warm. Maar ook nu ook opgeladen, hè. Dat scheelt ook weer wat werk voor mij. Dus die moet ik even in de gaten houden. Met die camera ga ik dus filmen. Dus deze camera die daar boven mij komt te staan. De gedurende video nog gewoon. Met die camera ga ik dus filmen. Die eigenlijk nu daar komt te staan. Dan gaat hij eerst van die kant, zo, daarheen. Nummertje 6, ja, dan hebben we daar eigenlijk zo'n beetje weinig, ja, veel heb je daar wel aan. Deze foto's die ik nu heb gemaakt, die stuur ik gewoon naar mijzelf door. Behalve deze, die maak ik gewoon helemaal opnieuw. Dus dat gaat goed komen. Dus ook de politie mag er niet de weg afzetten. Het is in dit keer wat een kleinere gebied. Omdat er meer politie en handhaving erbij is. Ik kan toch gewoon een groter gebied hebben. Maar dat maakt niet uit. Dan heb je eigenlijk gewoon meer kans op weg te gaan voor de politie. Het gebied krijgen we dus donderdag te horen. Ik ga de audio van het speelgebeuren ga ik gewoon hiermee opnemen met mijn telefoon. Dan doe ik gewoon zo op. Ik ga erheen, druk, hoppakee. Nou, ook nu Snapchat bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon heel leuk. Zo, hoppakee, druk gewoon hoppakee, opnemen. Dan neemt hij de audio alleen op. En hiermee komen de beelden voorbij. Sommige beelden, ik hoop dat ik mijn beeldjes kan opnemen als ik hem niet vergeet, tenminste. Ik moet even kijken op mijn telefoon of ik zo meteen nog ben ingelogd op rogergames1@hotmail.com. Zo niet, dan doe ik dat zo meteen nog even snel voor jullie. En voor mezelf. En dan ga ik nog naar de agenda van rogergames. In ieder geval, heel wat regels dus. Als je ze allemaal even wil doornemen, als je gewoon niet meedoet, zet dan gewoon de video gewoon op pauze. Sorry dat ik nu pas alvast zeg, sorry voor. Ik geef je nu gewoon extra tijd voor de regels die nu in beeld, deze die nu in beeld is. Dan kan je de video gewoon nu op pauze voor zetten. Ja, je hebt pauze gedrukt, zou ik zien, dankjewel. En voor de politieregels kan je ook gewoon nu op pauze drukken. Ja, dat heb je ook weer gedaan, zo te zien. Dus in ieder geval, dat zijn 21 regels. Ik wil zeggen 123 regels, maar dat ga ik nog niet voorlezen voor jullie. In ieder geval, ik ga deze video voor jullie nu editen. Weer verder. En dan ga ik jullie lekker bedanken voor het kijken naar deze video op RogerGames en op RogerVlogs. Met deze camera gaan we dus alles filmen. Ik hoop dat je het super lang kan volhouden. Hij is nu al aan het
Zo, hij is nu aan het opladen. Dus in ieder geval, daar heb ik geen gedoe mee. Oh. Dat is nu alweer kwijt. Deze dopje moet ik gewoon goed bewaren. Die dacht je van, daar neer. En als ik iets heb met school of zo van een open dag of zo, dan meld ik het natuurlijk aan jullie. Alleen op RG-vlogs. Dan. In ieder geval, ik wil jullie lekker bedanken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het belletje te drukken. Nou, doe dan ook even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond, hè. Dan zie ik jullie. Ja, dan ga ik het nu alvast vertellen. Dan zie ik jullie. Bij het jachtseizoen 2024. En dan zijn we misschien ook in het bos. Nou, dames en heren. Veel kijk plezier vast later voor de jachtseizoen 2024 video. Doei doei! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity.